RTV Westerwolde is tijdens de Week der Besten een actie gestart. Non-stop radio maken. Dit doen ze voor Stichting Make-A-Wish Nederland. We vroegen voorzitter van de omroep Jan Rengers naar de inhoud van de actie. We gaan 83 uur achter elkaar non-stop radio maken. En dat is voor een vrijwilligersorganisatie als Radio Westerwolde is toch wel bijzonder. Het is overigens niet de eerste keer. We zijn een jaar of 8 geleden begonnen met een actie tijdens de Week de Beste. Met een marathonuitzending. En elk jaar zoeken we weer een goed doel. En dat is dit jaar geworden, Make-A-Wish. Elk jaar krijgen 1200 kinderen in Nederland het bericht, je hebt een levensbedreigende ziekte. En dat is natuurlijk niet niks. Dat is heel erg voor het hele gezin. Make-A-Wish is een organisatie die 500 van die kinderen per jaar hun liefste wens laat uitkomen. Daar is natuurlijk geld voor nodig en vandaar deze actie dat wij voor Make-A-Wish geld in gaan zamelen. Nu hebben jullie een marathonuitzending, maar de bedoeling is geld in te zamelen. Hoe komt dat geld binnen? Mensen kunnen hier bij deze locatie waar we die uitzending doen, in de Wilhelminastraat in Vlagtwedde, kunnen ze een plaatje aanvragen en daar een donatie tegenover zetten. Make-A-Wish Nederland is er voor deze gezinnen en geeft ze kracht en energie door het vervullen van de allerliefste wens van hun kind. Hierdoor kan het kind weer kind zijn en geen patiënt. Martijn Geertsema, je bent een van de teamleden die hier de uitzending verzorgt, de marathonuitzending. Hoe hebben jullie dat met elkaar geregeld en hoeveel mensen werken eraan mee? Ja, het is eigenlijk een hele grote en lange voorbereiding wel. Je moet alles een heel draaiboek maken natuurlijk. Hè, voor alle ins en outs, technisch gedeelte van hoe ga je iets inzetten. Welke mensen hebben we nodig op welke plaatsen en wanneer gaan we iets opbouwen. Al met al hebben we natuurlijk een technisch team met alle vrijwilligers. Ja, dan ben je gewoon met een man of 20, 30, misschien 40 man ben je gewoon actief in diverse groepjes om alles goed te realiseren. Daarbij natuurlijk Bert Loden wel iemand is die heel veel dingen in de pen heeft en dingen uitzet als eindredacteur amusement. Dus via hem lopen ook die schakels weer van oké, dan gaan we dat doen. Vergadering bij zaal 12 of in de studio bij ons. En zo gaan we zeg maar een plan de campagne maken van oké, wat gaan we doen, hoe gaan we doen. En uiteindelijk, wat is het doel en hoe kunnen we dat het beste ook naar buiten brengen? Ja, dat is een lange uitzending. Nou kan ik me voorstellen, overdag zijn hier mensen. Hoe is dat s'avonds en s'nachts? Dan zal het wel wat stiller zijn, denk ik. Ja, het is heel rustig op straat. Maar toch, bijvoorbeeld woensdagavond is het terrassenfeest in met de Week de Beste. Er zijn ook presentatoren die zijn hier natuurlijk aan het presenteren. Dus dan gaan ze hier de boel op de kop zetten. En hopelijk ook zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel, Make-A-Wish Nederland. Nou zie ik hierboven zie ik ook een grote bok staan. Er zitten twee heren in straks, vanaf 10 uur. Wat betekent dat allemaal? Ja, het is zo dat we dus deze actie doen in samenwerking met de eigenaar van zaal 12 hier achter ons. En die bedenken ook tijdens de Week de Beste en altijd weer een nieuwe recordpoging. En dat is deze keer is dat box zitten. 80 uur box zitten. Twee jongens die gaan daar 80 uur in die box zitten. En ze mogen, ik geloof dat ze 5 minuten per uur eruit mogen. En het geld wat daar weer mee opgehaald wordt, gaat ook naar Make-A-Wish. Dus het is een samenwerking tussen RTV Westerwolde en Zaal 12. Make-A-Wish Nederland, voorheen Doe een Wens, bestaat al sinds 1989. En heeft inmiddels al duizenden ernstig zieke kinderen een fantastische wensvervulling kunnen geven. En daar gaan we graag mee door. Dit kunnen we alleen maar doen door de inzet van heel veel vrijwilligers, enthousiaste actievoerders en een financiële steun van bedrijven, verenigingen, scholen en mensen zoals jij.